Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heuting. Het moet maar eens afgelopen zijn met de voortdurende dreiging van de Amalekieten. Ze hadden eeuwen geleden Israël onderweg naar het beloofde land al in de rug aangevallen. Nu moeten ze volledig met de ban geslagen worden. En dat hebben we gisteren gehoord. Er vindt een, wat we tegenwoordig noemen, etnische zuivering plaats. De Kenieten worden van de Amalekieten gescheiden. En dan lezen we verder. 1 Samuel 15, vanaf vers 7. 1 Samuel 15, vanaf vers 7. Saul versloeg de Amalekieten vanaf Gavila tot in de richting van Sur, dat tegenover Egypte ligt. Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend, maar al het volk sloeg hij met de ban, met de scherpte van het zwaard. Marsal en het volk spaarden Agag en de beste schapen en de runderen en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Ze wilden die niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. Toen kwam het woord van de Heer tot Samuel: Ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning heb aangesteld, omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel was hierdoor diep geschokt. En hij riep de hele nacht tot de Heer. Koning Sal voert Operatie Amalek uit. Hij verslaat de Amalekieten. De koning luistert dus naar de Heer, maar niet helemaal. Saul is selectief. Alles wat van weinig waarde is, maken de Israëlieten af, maar Sal spaart koning Agach. En de mooiste exemplaren van het vee. Wil hij koning Aga sparen als een soort overwinningstrofee? En de beste dieren als economische buit? Later probeert Saul aan Samuel uit te leggen. dat hij dit deed onder de druk van zijn eigen manschappen. Daar zullen we morgen meer over horen. Maar dan blijkt het te laat te zijn. Want de Heere zegt tegen Samuel. Ik heb er berouw van dat ik Saul tot koning heb aangesteld. omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. De opdracht van God om complete volken uit te roeien. wekt bij moderne Bijbellezers verbazing. om niet te zeggen weerstand. En zulke geschiedenissen stuiten op verzet. Hoe luistert u eigenlijk? Hoe, hoe luistert jij eigenlijk naar deze geschiedenis, de vernietiging van de Amalekieten? Maar dat is niet de enige vraag die opkomt als wij lezen en luisteren. Want hoe kan de alwetende, de almachtige en de volmaakt goede God nu spijt krijgen van iets wat hij eerder deed? Mensen voldoen nu eenmaal vaak niet aan zijn bedoelingen. En daarom passeert God zulke mensen. Dat is op zich al verschrikkelijk, maar we kunnen er ook wel iets bij begrijpen. Mensen zijn immers geen machines. En Saul blijkt straks ook grote spijt te hebben van zijn actie. Maar waarom heeft de Heere God spijt over zijn keuze voor Saul? Weet u, het is niet alleen hier dat God berouw krijgt. Toen de Heer voor de zondvloed zag hoe slecht mensen zijn. kreeg hij berouw dat hij de mens op de aarde gemaakt heeft. En het omgekeerde, dat de Heer God juist afziet van straf. gebeurt nog vaker. Als koning David later hoogmoedig een volkstelling houdt, straft God hem. Met een pestepidemie. En als de plaag Jeruzalem bereikt, krijgt de Heere berouw over dit kwaad en zegt: 'het is genoeg.' En een derde, misschien wel bekender voorbeeld, is dat van de stad Nineveh. Als de bewoners zich toch bekeren als reactie op de prediking van de profeet Jona... dan krijgt de Heere berouw over het kwaad. Dat hij gezegd had. hun te zullen aandoen. en hij doet het niet. Apart, niet waar? Is de Heer veranderlijk? Is, is God zo wispelturig? De bekende Amerikaanse Bijbelleraar Sproul. zegt ergens: Wat God wil gebeurt altijd. Maar zoals Shakespeare niet alleen zijn toneelstukken schreef, maar er ook in speelde, zo is ook God zelf, acteur, in zijn eigen verhaal. God, de auteur, besloot voor alle tijden dat u een nieuw leven zou krijgen, een nieuw hart, de gave van het geloof. Maar God, de acteur, realiseerde dat in deze tijd en ruimte. En wat betreft Saul en de zondvloed en al die andere plaatsen waarvan God geschreven wordt. dat hij van gedachten verandert. daar zie je God, de auteur, beslissen. dat God, de acteur. een andere kant op moet. Hiermee vertolkt Sprawl. de gedachte die in de gereformeerde traditie wordt doorgegeven: dat God twee willen heeft. zijn geopenbaarde wil. En zijn verborgen wil. Zoiets zei de Heer ook al eens tegen Mozes. Mozes die nieuwsgierig meer wilde weten dan God hem vertelde. Gods geopenbaarde wil kan kennelijk veranderen. Dat ontdekken we vandaag. Zijn verborgen wil blijft gelijk. Dat zullen we later nog horen in dezezelfde geschiedenis. De onveranderlijke van Israël ligt niet en hij heeft er geen berouw over, want hij is geen mens dat hij ergens berouw over zou hebben. Als je nu de teksten zo naast elkaar legt, zelfs in één hoofdstuk, dan lijkt het erop dat je het niet helemaal kloppend kunt krijgen. Als u het mij vraagt, ik denk dat je die spanning ook niet moet willen oplossen. Je kunt er niet omheen dat de Heere God bij Saul van gedachten verandert. En laat die spanning nu precies aan de basis liggen van wat genade heet. En ondertussen blijft de Heere trouw aan zichzelf. Hij schrijft de geschiedenis van zijn heil. Dat laat hij vooral zien in de koning die hij heeft gegeven. Jezus is zijn naam. Hij bewerkt verlossing van zijn volk. Hij is de Messias van Israël. En zo ook, Heren der Heren, Koning der Koningen. Hij werd verworpen en opgewekt. Kruis en graf getuigen ervan. En de Geest laat het ons geloven. Zullen we bidden? Wonderlijk zijn uw wegen, heren, heilig, voor ons soms niet te volgen. We laten het over aan u, omdat u dwars door alles heen toont betrouwbaar te zijn. Dank u, heren, dat we het mogen weten door de koning die u ook ons hebt gegeven, u Israël als God, zelfs aan ons mensen uit de volken. Laat ons hem volgen, stap voor stap. Geef ons daarbij uw geest. Amen.